Kijk, wat je moet benadrukken is dat het proces nu zo lang door is gegaan, waarbij de belangrijke beslissingen, de echte keuzes, niet in een vroegtijdig stadium genomen zijn. Betekent dat je nu in een soort spaghetti zit. En die spaghetti is buitengewoon ingewikkeld. Dus dat betekent dat er geen mooie oplossingen zijn. Als je waterdichte steun wil hebben van landen, waardoor de financiële markten weten dat het geen zin heeft om te wrikken, om te proberen onrust te creëren in Spanje, Italië en die andere landen, ja, dan zijn het de sterke landen die garant moeten staan. Dus dat betekent dat als het noodfonds bijvoorbeeld veel groter gemaakt wordt en de toegankelijkheid van het noodfonds, dus de beschikbaarheid daarvan, is buiten twijfel, dan heeft het geen enkele zin meer voor een hedge fund of wat dan ook om te speculeren op Italië of Spanje, want de goedkope financiering uit noodfonds is beschikbaar en alle marges lopen terug. Dus, en die geloofwaardigheid van noodfonds is afhankelijk van, ja, toch een soort blanco check, want dat is wat een groot noodfonds toch is, van Duitsland en de andere noordelijke landen. Dus dat is een weg, maar het is dus de weg die vereist dat je invloed op die landen hebt en dat je naar een Europa gaat waar je allemaal invloed op elkaar hebt. Ja, en dat is, daar moeten we goed over denken, hoe dat proces verloopt. Dus mijn idee is het volgende: gegeven de stappen die we gezet hebben, ontkomen we er nu niet aan om garant te staan. Dat moeten we afdwingen, dat de juiste maatregelen worden genomen in die landen. Het garant staan betekent niet dat we in het traditioneel IMF-traject, we geven je één tranche, je hebt dat te doen, dan krijg je de volgende tranche. Dat stap-voor-stap proces, wat normaal bij IMF bij een land werkt, werkt in de eurozone niet, omdat er veel te veel verschillende politici en landen bij betrokken zijn. Dus dat geeft veel te veel onrust. Al die politici gaan hun eigen taal uitslaan en er komen meningsverschillen. In het geval van de euro, als je het bij elkaar wil houden, betekent het dat er voor, nou, toch 4 jaar duidelijkheid moet zijn dat wij garant staan, dat die landen orde op zaken kunnen stellen, dat er 4 jaar lang geen enkele zin heeft om te speculeren tegen die landen. En dan heb je, als je dan op het goede traject zit en na 10 jaar weer een stabiele situatie hebt, want uiteindelijk die schulden afbouwen, dan praat je over 10 jaar, maar na 4 jaar zou je een stabiel traject kunnen hebben, dan is het in mijn optiek nog steeds noodzakelijk om op dat moment te gaan bepalen van welke lange termijn arrangement wil je hebben. Is het lange termijn arrangement dat we hoe dan ook garant staan voor elkaar, of is het zodra we op het stabiele pad zitten, dat we regels hebben waar landen zich aan moeten voldoen. We kunnen heel vroegtijdig ingrijpen. En als een land zich niet meer wil houden aan de regels, en dat weten we vroegtijdig, dan is er mogelijkheid dat het land ervoor kiest om uit de euro te gaan. En dat is dan het lange termijn plaatje, het lange termijn arrangement. Dan hebben we op de lange termijn in ieder geval die democratische legitimiteit wat opgelost. Dat automatisch verzeild raken in die euro, waar we allemaal garant staan voor elkaar, dat is op de korte termijn dan nodig. En de korte termijn is 4 jaar in ieder geval. Maar op de lange termijn zeggen we tegen de kiezer: luister, er komt een moment waarop we vanuit een stabiele toestand de spelregels voor de toekomst gaan bepalen. En die spelregels betekenen niet per definitie dat we één fiscaal Europa hebben en dat we stilzwijgend alle soevereiniteit hebben opgegeven en allemaal garant staan voor elkaar. Dus ik zou graag die splitsing aanbrengen. Maar het is een moeilijke splitsing, want de korte termijn maatregelen die moeten een garantie geven voor de komende 4 jaar. En die garantie moet ook betekenen dat die landen die herstructureringen moeten doen, ook die herstructurering gaan doen. Want anders wordt het meteen weer opgeblazen, want dan verliezen politici, verliezen hun draagkracht. Want voor 4 jaar garant staan, wat ik aangeef, en dan grote druk uitoefenen op die landen dat ze de juiste maatregelen nemen, dat is niet iets wat je van tevoren gekozen had. Want 4 jaar garant staan en maar hopen dat landen de juiste maatregelen nemen, dat is normaal gesproken iets waar je niet voor zou kiezen. We hebben ons nu zo diep in de spaghetti gewerkt, dat waarschijnlijk het minimaal noodzakelijke is als je het pad van euro bij elkaar houden wilt volgen. Dus het is al een second best, zo niet fifth best oplossing, omdat we al zoveel stappen gezet hebben op een halfslachtige manier.